kunnen lezen. Ik moet snelheid maken. Mijn rol is productmanager ketenintegratie. Maar je kan wel zeggen dat ik zo ongeveer de helft van alle aanbestedingen waar het woordje open source in voorkomt, die komen ook onder mijn naam. En ik ben degene die probeert te zorgen dat wij klanten kunnen bedienen door oplossingen aan te bieden die gebaseerd zijn op open source. Mijn PowerPoint bevat twee slides over ATOS. Dan iets over open source kenmerken van goede en populaire open source. Iets een heel klein beetje over Microsoft's hybride aanpak en ik eindig met een business case. Nou, dit tik ik even door. Nou, dat is, oh, daar komt ie. Hoe ga ik terug? Pijltje. Welk pijltje? Er zit er heel veel. Deze? Mooi zo. Dank u. Even een quizje. Welk land waar wij actief zijn, nou dat gaat goed hè. Welk land waar wij actief zijn, zou het meeste doen met open source, denk ik. Ik ben er best trots op dat dat Nederland niet is. Maar welk land is dat? Frankrijk. Goed. En wie komt als tweede? Frankrijk. Nee, als tweede. Ja. Spanje. India. Spanje. En dan als derde in Europa? België. Duitsland. Ja. Dat, en Nederland komt ergens achteraan, hè? Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Hoe meet je dat dan? Ja, jongens. Ja, dat gaan we niet meten. Beetje vertrouwen. Dat gaan we niet meten. Iedereen. NOIV-monitor. Ja. Dat is goed onderzoek, wetenschappelijk onderbouwd. Dat is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar dat zien we aan de hoeveelheid activiteit. De eerste letter van elk woord hier is weggevallen. Dat is al wel met de conversie van het andere beroemde PPT-formaat naar OpenOffice geweest zijn. Dus we zien meteen het resultaat van een kleine bug. Maar bijna niemand weet het, maar ATOS Origin is de hoofdpartij die de hele automatisering van de Olympische Spelen voor zijn rekening neemt. En dat betekent dat je 70 sites doet, 320 sportevenementen. Dus alle journalisten krijgen een accreditatie en website en informatie via de systemen die we ontwikkeld hebben. En een heel groot deel van die systemen draait inderdaad met open source. Maar het operating systeem was, we hebben het er net nog over gehad met iemand, is nog steeds het Windows platform. Dit geeft ook een beetje aan van wat voor soort projecten wij runnen. En dat is alles wat ik wil vertellen over ATOS Origin. De rest mag je op de website lezen. Als je nou naar de kenmerken van open source gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat open source aardig verstorend aan het werken is voor de closed source leveranciers. En dat bracht ook heftige discussies teweeg. Maar het is gewoon een feit. De innovatiesnelheid in de open source wereld, en kijk nu even naar de gemeentewereld, we hebben net een voorbeeldje gezien. De innovatiesnelheid neemt gewoon toe omdat mensen informatie, kennis en software met elkaar delen en willen delen en bij willen dragen. Nou, volgens Gartner betekent dit verschijnsel wereldwijd dat er een druk gaat komen op de licentieomzet van verschillende leveranciers. Het begint van bottom-up en ik laat dat straks nog even zien. Dat betekent tegelijkertijd dat open source ook voor partijen als ATOS een enorme kans biedt. Ik zit hier bij ATOS 4 jaar. Daarvoor zat ik bij een closed source software leverancier voor 17 jaar. Waar we ook gebruik maakten van open source in de producten. Dat is ook interessant. Maar wat je zag toen ik bij ATOS kwam, was dat intern voor de eigen automatisering open source benut werd voor het snel realiseren van een aantal diensten voor klanten die gehost werden. Toen eerste dagmelding wet kwam, dat de nieuwe medewerkers moesten vanaf dag 1 meteen geregistreerd worden. Dan kwam er een grote multinational ATOS, kunnen jullie dan snel helpen? Want dan hebben we niet de mensen, de bemanning. En toen had men een compleet systeem op basis van open source, ESB en nog wat andere leuke producten die we ook al hier op de site zien hebben ontwikkeld. En dat wordt al 4 jaar werd dat gehost, tot grote tevredenheid van de klanten. En toen ik dus met ketenintegratie te maken kreeg, zei ik, jongens, we zitten hier op een goudmijn, waarom brengen we die open source broncode niet in projecten? Nou, mensen die het Impact project gewonnen hadden, kregen de lucht van en zo ben ik in Dimpact gerold om voor een clubje van een pak een beet 25 gemeentes nu, 1,7 miljoen inwoners, bouwen wij dat systeem met open source. Maar omdat wij de investering doen, is er dus een deal dat natuurlijk die code niet meteen in de markt opduikt, want dan en wij geen terugverdienmodel. Er gaat veel geld in zitten, veel meer dan die twee man die jullie gedaan hebben, dat is nu helemaal zo. Maar wij bedienen ook meerdere gemeentes tegelijkertijd. Hè? Zoals de kapvergunning voorbeeld wat ik net gaf. Waanzinnig complex dan in één keer om zo'n simpel iets in mijn optiek, om dat dan voor 15 verschillende gemeentes
op 15 verschillende manieren op te gaan lossen. Maar de klant vraagt en wij draaien, zo simpel is het. De schoorsteen moet ook blijven roken, ook bij commerciële partijen. En dat is ook nodig ook, omdat dat is ook mede een garantie dat open source zal blijven bestaan. Dat ga ik straks motiveren. Wat je wel ziet bij open source, hogere softwarekwaliteit. Ja en nee, beide kom ik tegen. Wat wel waar is en wat je echt, en dat merk ook onze eigen mensen, oplossingssnelheid in de open source wereld is vaak veel sneller dan de reactietijd die wij ook intern krijgen, bijvoorbeeld van een IBM, van een Microsoft en van een Oracle. Dat is gewoon zo. Niemand kan je die upgradeplicht geven, geen licentiekosten, veelal gunstige supportkosten, zie je straks in de business case. Er zijn een aantal generieke nadelen. Als gebruiker van open source moet je veel meer zelfservice doen. Je moet zelf meer uitzoeken. En waarom? Er is geen marketingmachine. Er is geen grote organisatie, zoals een Microsoft of een Oracle of een IBM, die hun hele hebben en houden voor het voetlicht brengen en jou proberen te overtuigen dat dat CMS het beste is. Nee, dan moet je jezelf overtuigen en je mede-collega's. Of in een vereniging stappen en dat doen. Dus dat is minder vooraf geregeld. Communicatie, vaak ook met meerdere communities. Je kent deze cyclus waarschijnlijk, iedereen die hier met open source werkte. Individuele ontwikkelaars, daar is het allemaal mee begonnen, die dat ooit bedacht hadden. Maar open source zou niet het tempo gekregen hebben als er niet bedrijven waren en overheden die daar geld in pompen. Voorbeeld, IBM had zijn Eclipse. Als ze dat niet echt als open source gedoneerd hadden, dan had het veel langer geduurd voordat er zo'n geweldige ontwikkelstudio als standaard kwam voor ontwikkelaars die daarmee weer beter kunnen ontwikkelen. Dat duurt al langer. Als Ubuntu, waar een miljardair achter zit, als hij zijn geld daar niet in gepompt had, hadden we nu niet allemaal Ubuntu gedraaid. Dus realiseer je, het is een samenspel, dat harmonische huwelijk. Veel van deze producten, Hermes 2, IBXML, kom je allemaal waarschijnlijk wel tegen in de STUF 2 en in de OSB en K2. Dat is financieel gesponsord door de overheid van Singapore. Die betalen dat helemaal, gedoneerd, en de rest van de wereld kan er gebruik van maken. Nou, Apache, Identito, JBoss, Spring, heel veel open source wordt gewoon ook vanuit de commerciële wereld aangeboden. Je hebt een enorme keuze aan tools. Nou, als je zelf wil gaan zoeken, kun je hier eens een keer kijken. Ik heb voor jullie die exercitie gedaan. Dat is vorige week donderdag geweest. Codegoogle.com, 5673 projecten. SourceForge is een hele bekende. Dat kan alleen maar gezocht op die sleutelwoorden. Maar dat zijn dus projecten die in die categorie actief zijn. OZorg, dat is wel bekend, staat ook op de website van NOIV. 2000 GitHub, 1.203.000 projecten geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal even waardevol voor je zijn natuurlijk. Merendeel waarschijnlijk niet. Freshmeat, Berlioz in Duitsland, Launchpad, noem ze maar. Hè. En ik heb deze er ook maar eens bij gezet, omdat ik daar zelf veel kijk, Python. En waarom, dat wil ik ook wel eens even toelichten. Een aantal van die pakketten, die hebben een foundation achter zich. En dat betekent dat die een bepaalde continuïteit kunnen garanderen. Zien we op de volgende. Deze slide heb ik al een keer eerder in NOIV laten zien. Wat je eigenlijk ziet is, het begon bij besturingssystemen, Linux als het ware. Nou, heel simpel, hè? Dat is natuurlijk wel meer open source, maar we moeten het niet al te complex houden. Databases, middleware, webontwikkelframeworks, wat daar in Bussum bijvoorbeeld gebruikt is volop. Horizontale pakketten beginnen te ontstaan en verticale pakketten. Als je ziet de kwaliteit van die verschillende stacks, dan zie je dat geleidelijk aan naar boven kruipt. Wie zit al zo lang in de automatisering dat ze in de tijd die annoncering van Microsoft meegemaakt hebben van de SQL server van Microsoft? Vergist niet. Ja. Weten jullie waar ze dat product vandaan gehaald hebben? Sybase. Mooi zo. Ja. En weet je wat iedereen in de markt riep? Met name IBM en Oracle en zo. Dat wordt niks. Dat wordt niks, hè? Dat is een van de Microsoft Access Database.
Surfjaar van Microsoft. Ja, dat is een verenigde Microsoft Access database. Maar wat gebeurt er? Die komt van onderen af aan naar boven. Nou, zoveel jaar later kwam er een MySQL server. En tot ieders verbazing is MySQL server geloof ik op de wereldwijde websites, hè, toen Sun met Solaris nog volop aan de bak was, was dat de nummer 1. Dus wat, wat vandaag ogenschijnlijk niet interessant lijkt, kan over een paar jaar enorm veranderen. Webontwikkelframeworks, daar is het meeste aanbod en er is verschrikkelijk goede software beschikbaar om zelf te ontwikkelen. Verschrikkelijk goed spul. Goede doordachte architecturen, horizontale pakketten, ja, we hebben het hier al gezien, Zarafa. Drupal en zo, en hier een aantal andere. Hè. Dat zijn pakketten die ongeacht de industrie kun je die inzetten. Maar ga je nou naar de verticale, dan zie je de eerste ERP-pakketten komen. OpenERP. Is dat nou geschikt voor dikke multinational? Is dat geschikt voor Philips, OpenERP? Ja. Want? Ze hebben volledige controle. Maar is het geschikt voor functioneel gebruik? Ja, dat is... Dat gaat met je mee, maar waarschijnlijk niet voor het hele Philips concern, maar misschien in een vestiging die die dure licenties van SAP niet kan betalen of wil betalen, omdat dan een product het wel opgenomen hoor, je zegt. Dat geeft niet. Dat geeft helemaal niet. Ik sta voor wat ik zeg. Dus wat je ziet is dat op dit vlak moet er nog veel gebeuren. Dat is ook de reden waarom je natuurlijk relatief weinig pakketten vindt bij de centrale overheid. Centrale overheid. Waarom? Omdat die centrale voorzieningen, die worden slechts één keer ontwikkeld. Ja, er is geen markt voor. Hè? Ik bedoel, de centrale overheid in Frankrijk die is totaal anders georganiseerd. Dus er is geen markt voor. Dat is altijd, bijna altijd maatwerk.